ook nog Ik een. Heb nu drie beugels. Nee. Heel hard gevallen op gym vandaag. Een gastoudergezin. Wow, zo. Wow. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag. Hier zijn Jut en Jol helemaal vers gedoucht. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maandag. Nieuwe ronden. Nieuwe kansen. We hebben lekker gesport. Jola is lekker naar school geweest. We hebben vandaag een soort vooroplevering afspraak gehad vanochtend. En nu gaan we terug naar Oosterwold. En ja, gaan we even kijken wat we gaan doen, hè? We gaan even kijken of falafel en zo open is. Oeh, we willen falafel eten vandaag. Dat zou lekker zijn. Maar het is maandag, dus I don't know of dat open is. Fijn dat de zomer is begonnen. September. Yep. Het is weer bijna winter. Of het herfst of zo. Oh ja, maar de tank is leeg. We hebben eens even lekker pizza besteld. Gewoon omdat het kan. En omdat het super lekker weer is. En ik nog een beetje druk met werk was. Dus het komt ook wel heel erg goed uit. Gaan we lekker buiten eten? Van ons allemaal. We hebben twee hele grote pizza's om te eten. Morning, good morning. Wij beginnen vandaag met dit. En dat is, ja, je raadt het niet, de beugel van de bovenkant. En ze heeft er geen zin in, volgens mij. De derde die ik krijg. De derde beugel gaat er vandaag in, de laatste slotjes van de bovenkant. Dus we zijn nu overgeschakeld naar een andere ortho. De eerste beugel gaat er eindelijk uit. Ja. Ik voel me helemaal eindelijk weer vandaag. Dat zou raar zijn. Misschien laat ze hem wel zitten, hoor. Nee. Ik zag niks erin staan over het verwijderen. We gaan het zien, joh. Toppunt van efficiëntie. Snel naar de wasstraat gereden. De was erin gedaan. Een 18 kilo was. Hele berg. En nu spuit ik nog even snel de auto schoon. Ik heb een timer aangezet. Dus wanneer de was klaar is, moet ik weer hier terug zijn om eruit te halen. En dan moet je op tijd zijn. Want als je timer af is gegaan, dan kan iedereen gewoon je was eruit halen. Dat vind ik het enige nadeel, zeg maar. Daar zit hij. Brace face. Hoe voelt dat aan de bovenkant? Gek? Ja, maar dit is een soort bouncy ding, dus nu kan ik... Oh ja. Maar is je andere beugel er nu uit of zit hij er gewoon nog in? Hij zit er ook nog in. Ik heb nu drie beugels. Nee, wat heftig, joh. Ik heb nu drie beugels. Wordt die er niet uitgehaald dan? Dat is raar. Ik dacht dat dat er dan wel uit zou gaan. And we are back. Bij de was. De was is bijna klaar. Jola is heel hard gevallen op gym vandaag. Van een gymtoestel, kast, helemaal naar achter op haar hoofd. En zelfs de gymleraar die belde mij om te vragen of het wel met haar ging. Dus ja. Oh, lekker kippetje. Dit. Nou, morgen geef ik wel even een update over hoe het met haar gaat. Hola, bonen nu. Waar is de kip? Ja. Hey, Fink. Goedemorgen. Eigenlijk wonderbaarlijk hoeveel energie ik heb. Want het was echt een nacht. Volgens mij kan het niet heftiger wat ze qua beugeldingen heeft gekregen gisteren. En toen heb ik haar nog snel naar school gebracht. Dat ze nog naar gym kon. Want ze had heel veel zin in gym. En toen is ze dus op gym. Is ze van een kast afgevallen.
zo'n gymkast. En ze wilde een touw pakken en ze greep mis. Of nou ja, er ging iets mis in ieder geval met iemand die je aangooide. En dat was niet goed gegaan. En toen viel ze van de kast naar achter op haar hoofd. Precies op dat stuk waar haar hoofd landde, lag de mat niet meer. Nou, je kan misschien begrijpen dat ik echt niet meer kon ontspannen. Dus ik heb haar naast mij laten slapen. En er gewoon echt om het uur, of misschien wel om het half uur, heb ik haar wakker gemaakt. Of, nou ja, niet echt wakker, maar gewoon, we hadden van tevoren afgesproken dat ik eventjes gewoon zou checken of ze nog reageerde en of ze nog bij was. Dus elke keer heb ik even, yo, even wakker worden. Gaat het met je? En dan zei ze gewoon ja of En toen werden we 's ochtends wakker van de wekker en toen zei ze dat het echt een stuk beter ging en dat ze bijna geen hoofdpijn meer had. Maar het was op een gegeven moment ook zo lastig voor haar, want wij bleven maar vragen hoe gaat het met je, maar ze had op een gegeven moment zo'n pijn van die beugel. Ja, dat ze echt zei van, ik weet nu gewoon niet meer waar de pijn vandaan komt. Komt het nou van mijn beugel? Komt het nou van mijn hoofd? Het was echt heel vervelend voor haar. Ik ben heel erg blij dat het weer oké gaat. Ik ben nu even al mijn werk aan het afronden. Als je beugel hebt, kan je van een snoepje eten. Nee, dan mag je geen snoepjes meer eten als je een beugel hebt, hè? En als je te vaak de spen in je mond hebt, dan heb je meer kans dat je later een beugel krijgt. Ja, Jax. Ik heb zelf ook slotjes gehad, dus ik weet op latere leeftijd nog. Dus ik weet wel waar ze doorheen gaat. Daar zijn we weer. Lekker genieten van het weer. En Joltje opgehaald van school. Het gaat beter met je, Jol? Ja. Minder hoofdpijn? Ja. We hebben net allemaal lekkere dingetjes gehaald. En we zijn nu dus bij het strand. Blaricum. En dan gaan we lekker alles opeten. Ja. I watch you as you dry. Hey! Yeah! I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just... Wat was het warm vandaag. Maar wat is het lekker nu. Dit is echt summer night. Gonna begin. Ik ben gewoon in slaap gevallen op het strandje. En logisch ook met zo'n nacht. Het is lekker warm. I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever. Check je bankboek is er, maar ga nog maar een keertje glijden. Forever. I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. Oeh, beetje. Hey! Oeh, lekker! Ik kan een planeet maken. Eet smakelijk! Eet smakelijk! La 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 la. We zijn helemaal vrolijk. Alleen maar omdat de ramen open kunnen zijn we vrolijk. Ja. Dit is gewoon zo... Ja, en de voordeur vind ik ook wel een belangrijke... Ja, hij is echt mooi. Maar het is gewoon zo... Meer af. Volgende week krijgen we officieel de sleutel van ons huis. En dan gaat het echte werk wat we zelf gaan verrichten beginnen. En daar heb ik ook zoveel zin in. Ja, dan kan je gewoon zeggen van... Dan kan je gewoon zeggen van we gaan even dit of we gaan even dat. En ja, dan ben je er veel meer mee bezig dan nu. Daar heb ik echt zin in, nu nog. Dan gaat het waarschijnlijk ook allemaal mis en zo. Maar ja, hè? Dat is leuker om naar te kijken, toch mensen? Dat willen jullie zien. Nee, maar dan ga ik gewoon zelf aan de slag. En daar heb ik gewoon echt heel veel zin in. Nou, het is alweer donderdag. Joehoe, daar is mijn Joltje. Die heb ik net opgehaald van school. En wij zijn nu in Dastete. Hoe gaat het met je, Joel? Goed. En je met je beugel? Nog steeds pijn, derde dag. Maar we gaan nu naar de
sportschool naar een andere dit keer. Die zit namelijk in de stad en die is alleen voor vrouwen. Basic Fit Ladies. Dat wilden we een keertje proberen. Eventjes helemaal vergeten dat mijn haar zo helemaal achterover echt zo nice staat. I'm a bad bitch. Yeah. Oh. Wow. This is how I feel after sporting. Yeah. Yeah. Help mijn moeder. Hoezo help mijn moeder? Help mijn dochter. Hoezo? Love yourself, girl. Yeah. Het hoofd. Jeetje. Nee, een beetje strak. Spice Girls. Beetje strak. Jola, we wilden weer naar haar favoriete winkel, de Bershka. Ja, wie ben ik, hè? Wat is dit? 50 euro. Ik ben benieuwd hoe groot je bent strak. Wow. Wow. Best wel mooi. Jeetje. Help. Kleine meisjes worden groot. Nice. Shalalala. Shalalala. Lekker bokken. Serieus, de lucht hier is zo prachtig. Elke dag weer. Je zou het niet denken op dit moment met dit weer, maar het is september. Ja, dat betekent dat het weer bijna warme truien weer wordt. Dat was het eigenlijk al. En toen was het ineens weer een paar dagen heel erg warm. Maar, mark my words, warme truien dagen komen er weer aan. En ik hou van warme truien, dus ik ga er weer een paar aan jullie laten zien. Alweer? Leuk toch? Ik had laatst al wat dingetjes van Chiquelle laten zien. En de linkjes staan in de beschrijving. Life is a winding road. Ja, deze had ik vorige keer natuurlijk in het zwart. En die heb ik al heel veel gedragen. Dus ik moest er nog mee in deze kleur. Met name de dingetjes bij mijn hand. Oh, die wordt zo lekker zacht. You know, I'm living in this one. Next. Oeh, lekker. Oh, deze heeft ook van die lekkere. Ik weet niet, ik heb daar iets mee. Als ik nou het kruis dit kan doen. En ook dit dan heel erg zacht is. Oeh, deze is iets chiquer. Wacht even hierbij. Haar omhoog, vind ik. Leuke details. Deze. And this one stays on for now. Even the sky is falling down. Oké, bij deze wilt iedereen met mij knuffelen. Let op. Lekker, hè? Je mag hem ook lenen, deze trui. Wie ben jij? Kijk uit, een hond. Waar is Dexy? Niet zomaar optillen. Dat wilt hij misschien niet, schat. Of hoort hij bij Job? Omdat hij daar liep. Ik zag hem wel op de knop ofzo. Oh nee. Maar misschien loopt hij nu weer met Job. En... krijgt hij wel eten? Knot in mijn kop. Heerlijk. Momentje. Ik pak er nog even iets bij. Een cappuccinootje, een stukje chocola, een manlief die lekker naar een vriend in de buurt is. Heel gezellig voor hem, maar lekker voor mij dat ik eventjes kan doorknallen, want ik moet 2 video's editen. Jola is nog even buiten aan het spelen, Jax ligt net in bed, so let's go. Werk en privé helemaal door elkaar gaat. Computer, edit, ontbijt. Zaterdagochtend. Jola bij de paarden. Nee. Wij ontbijten. Lekker.
kom niet meer bij. Jezus, ik kom niet meer bij om jou. Omdat ik in een badjas naar de Dixie loop om 11:30 middag. Ochtends. In je badjas. Gewoon een heel stuk zo gelopen. Over de straat naar de Dixie. Ik heb wel, je hebt wel die uitgedaan. Ik heb wel deze uitgedaan inderdaad. En deze fatsoenlijke Hugh Hefner badjas aangedaan. Zodat mensen gewoon even weten hoe wij in het leven staan. Hé, hey, het is zaterdag hè, het is weekend. Kijk, dit is ons land. Ik kom niet meer bij. Wat ik doe hier. Weet je wat wij gaan doen? Wij hebben een afspraak om te gaan kijken. Kom. Wij. Nee, we moeten even opschieten. Jax, nu even naar. Nee, nu. Nee, anders doe je het even zo. Samen. Hier. Ga je helpen? Papa helpen? Met duwen? Duwen. Samen duwen. Nog harder duwen. Goed zo, Jack. Go! Dankjewel voor het helpen. We gaan eventjes naar een gastoudergezin. Want zoals jullie weten misschien, hebben wij momenteel geen opvang meer. En de opvang waar Jax voor ingeschreven staat, dat zou heel mooi aansluiten bij zijn school. Want dat is namelijk in hetzelfde gebouw. Maar helaas is dat nog niet begonnen, is nog niet geopend en ook nog niet echt zicht op wanneer dat dan wel is. Dus we hebben besloten om even te gaan kijken naar andere mogelijkheden. En dan vonden we een hele grote opvang wel een grote omslag om dan weer voor zo'n korte periode helemaal naar een andere opvang te gaan. Dus dan gaan we nu even kijken bij een andere opvang die bij iemand thuis is, hè? Ja. Ja, het zou wel leuk zijn, hè? Ja. Voor 2 dagjes in de week. Zo'n kleine opvang. Ja, een kleine opvang, ja. Zo. Met niet heel veel kinderen. Zo kleine. Ja, zo klein. Gaan we even kijken of ze lief zijn, hè? Bijna 2 uur later, zo lang zijn we bij die mensen geweest, maar het was heel erg leuk. Ik denk dat Jax het daar heel erg naar zijn zin gaat hebben, want we kregen hem daar niet weg meer. Nee, en nu ligt hij er zo bij. Hij heeft nu al heerlijk gespeeld daar. Ja, ik vond het ook wel heel erg leuk dat ze echt de tijd voor hem namen. Ze waren helemaal niet gehaast of zo, terwijl het is ook maar gewoon een vrije dag voor hun. Ja. Hey, welkom bij de Girls Night! Wij zijn in Hilversum en wij gaan het onveilig maken hier. We hebben gereserveerd voor de film en dat is mijn vriendin Anne Frank heet het volgens mij. We gaan eerst eten bij Halding. Ja. En daarna, als we nog tijd hebben, gaan we een McFlurry halen. Gezellig. Het eten wat ik ga bestellen, dat komt daar vandaan. Mr. Vegan Food Bar. Ja. Je kan dus gewoon gaan zitten en dan bestel je wel gewoon aan je tafeltje. Maar het komt bij allemaal verschillende tentjes vandaan. Super leuk idee. Oeh. En je kan zelfs een tafeltje met een tap nemen. Hoe leuk is dat? I still miss the touch of your hand. Cause I can't get you. Oeh, lekker. Dit ruikt echt heel erg nice. Nog even een toetje halen. Kies, kies, kies. We hebben niet alle tijd van de wereld. Snickers. Zou ik doen. Ja, Oreo heb ik altijd. Alleen Snickers, dat is wel echt ook lekker, denk ik. Ja? Ze gingen echt zo. Kijk, één meisje herkende jou. En toen keek ze ook ineens naar een meisje van. Oh, en toen ging ze helemaal. Weet je wat ze toen deed? Ja. Ze ging helemaal spannend. Ze ging helemaal met een ander meisje. Toen gaat ze met z'n allen echt de hele tijd zo naar kijken. Oh nee. Wat een gezelligheid. Ja, we moeten die kant op. De film was heel leuk, maar leuk. Spannend. Oh ja. Leuk. Nou ja, het is. Het is een heel heftige film hoor. Ja, maar ja. Kijk, ik vind de film leuk. Alleen je kan niet als in. Het is leuk dat ze oorlog hebben en zo, maar. Nee. Dat bedoel ik niet. Maar wel leerzaam en goed om te zien dat het echt. Maar het was spannend. Ja, ook spannend. Ja. En mooi ook wel. Het was Anne Frank. Oké, okay, kunnen we hier langs? Tuurlijk. Kijk.
We hebben een klein vlondertje. Nou ja, een beetje temporary oplossing. Goedemorgen. Het is dus zondag. Ik ben even lekker aan het opruimen hier. Waarom hangt deze nou weer hier? In de staakcaravan. Dat heb je wel echt hoor, in de staakcaravan. Je blijft opruimen omdat het zo ontzettend klein is. Maar aan de andere kant, het is wel super snel gebeurd. Dus dat is best wel handig eigenlijk. Afwassen. Ik ga stofzuigen. En lekker doorluchten, omdat het lekker weer is. En wat hebben wij een mazzel met deze dagen. We hebben gisteravond ook super lang met de buren gezellig rondom het vuur gezeten. En we zijn echt met z'n allen hier in de buurt zo aan het genieten van die nazomer. Hoe ontzettend lekker. Dat hadden we natuurlijk ook wel verdiend na al die regen. Ja, ga maar door. Goed zo, dan doe je dat netjes nog verder. Verder. Je moet wat harder duwen. Ja, stop. Goed zo. Daar zit hij vast. High five. All day in mijn joggingbroek. Een echte zondag. En we gaan nu op de fiets eten halen. Woehoe. En ik ben zo blij vandaag. Mijn dag kan niet meer stuk. Waarom? Omdat ik mijn broertje weer heb gezien sinds veel te lang. En omdat mijn oma 92 is geworden. Ja. Het eten halen. Lekker. Je weet gewoon, vorige keer kreeg je zo'n klein bakje rijst voor 1 euro. Dit is een grotere bak, maar dan voor 3 euro. Maakt niet uit. Nee, maar kijk hoe groot het voor 3 euro. Ja. En dan zit helemaal proppel. Ja, vorige keer paste het gewoon in Jola de tas. En nu ineens had ze echt iets van 4 tassen of zo. Ja, maar Bart heeft besteld, hè? Dus Falafel! Heb je nu falafel of kip? Dit is kip. Dit is... Expeditie Robinson time! It's high time. Bedankt voor het kijken naar de vlog.